En dan op het marktplein zelf, waar de markt gehouden wordt, maar waar wel een aantal grote bomen rondomheen de kader moeten gaan vormen. Een aantal van die bomen die zijn vandaag al geplant. Mooi overzicht van hoe dat er straks maar uit moet gaan zien. Nou, als je net al buiten bent geweest, dan lijkt het er al aardig op. Nou, we hebben deze boomplantplaats, dat is een boombunker. En daar komt een boom in te staan die monumentaal moet worden. Dit is een Oosterse plataan. En we hebben daarvoor gekozen zodat er een stevige constructie, eigenlijk een soort bossituatie gecreëerd wordt onder de verharding van het marktplein. Dus dat de markt er kan zijn, dat de kermis er kan zijn. En dat het ondergronds een goede situatie is om een boom monumentaal te kunnen laten uitgroeien. Dat is heel bijzonder. En er kunnen zelfs auto's heel dicht langs die boom rijden straks. Ja, dat is geen probleem. Alleen er komt een grote boombank omheen, 7 meter in doorsnee. Dus ze kunnen er niet heel dichtbij komen. Het water wat bovenop het dak van het Niels valt, dat gaat eraf. Wordt afgekoppeld, zodat het technisch heet. En het water stroomt ondergronds hier de boombunker in. En er zit een voorziening in dat het water vanuit ondergrond naar boven kan komen. Dus capillair heet het dan. En dan het ten behoeve van de boom is. En al het water wat te veel is, gaat alsnog naar het riool. Juist, dus we hoeven dan niet zo bang te zijn dat die boom dan staat te verpieteren. Nee, daar zijn we zeker niet bang voor. En voor Niels, er zijn een aantal andere bomen geplaatst. Wat voor soort bomen zijn dat? Ja, voor de huis van Katerinu komen lindes, kleinbladige lindes. Dus er zijn niet de lindes die lekken. Hier bij de Niels komt een Oosterse plataan. En voor bij de CNA, daar komen een aantal acacia's, schijnacacia's. Dus Almelo wordt echt weer een beetje groener? Ja, daar zijn we druk mee bezig. Dan investeren ze niet meer in dikte groeien, alleen maar in lengte groeien. Dus 2 jaar later toen ging het waaien, toen lagen alle takken beneden. Ja, ik ben een groeiplaatsspecialist voor bomen in het stedelijk gebied. Wij denken in constructies om bomen in het verstenen omgeving te laten groeien. We hebben hier 3 soorten constructies. Waar ook water in gecombineerd is. Dus water van de daken worden naar de groeiplaats gebracht. Nou, ze zijn vandaag aan het begonnen met het planten van de bomen. Woensdag komt de grote boom die hier in deze bunker, een boombunker, geplaatst gaat worden. En dan is volgens mij de wethouder of iemand die gaat hem dan officieel planten. En dan zal het bedrijf Roelofs zal dan de straten netjes gaan maken en afronden voor de kerst.